Tijdens de Virobeurs wordt er handel gedreven tussen verschillende virtuele oefenfirma's. Onze onderneming noemt Work It Easy en wij bestaan al 5 jaar. Wij verkopen design en ergonomisch kantoor, meubilair en accessoires. Bij een virtuele onderneming is de situatie echt. Alleen de goederenstroom en geldstroom is virtueel, maar de documentenstroom verloopt wel echt. Dat is het voordeel dat de leerlingen kunnen leren uit hun fouten. Het project Work It Easy is voor ons een unieke kans, omdat we dan de kennis en vaardigheden die we in de klas leren, kunnen omzetten in de praktijk. Zij moeten dus leren om zichzelf als leerkracht wat meer op de achtergrond te zetten en leerlingen meer te begeleiden en te coachen in plaats van klassikaal eigenlijk de les te geven. Op die manier leren zij dus ook hier andere competenties zoals het organiseren van een beurs en alles wat daarbij komt zoals planning, inschrijvingen, administratie, maar ook omgaan met geld, communiceren naar andere oefenfirma's en zo verder. Het is al voor het 5e jaar dat we deelnemen aan de Belfair in Lommel. Tijdens die beurt drijven we handel met verschillende Belgische oefenfirma's, maar we leren ook enkele internationale oefenfirma's kennen. Ten derde werkt onze onderneming al 3 jaar aan internationalisering. Dit doen we door deel te nemen aan een beurs in New York. Daar bezoeken de studenten enkele bezienswaardigheden, maar het hoogtepunt van deze reis is ongetwijfeld de Global Business Challenge en de City Trade Fair. Hier werken de studenten aan enkele cases met studenten van andere internationale oefenfirma's en nemen ze deel aan een beurs.